Hexagontje. Ik word er oprecht zenuwachtig van. Ik vind het een zenuwslopend spel, want ik zie ook niet echt meer waar ik nu naar beneden kan of moet. Yo, Nintendo fans. Vandaag deel 2 van Fall Guys. Want bij de vorige video vroeg ik om 1000 duimpjes omhoog. En er zijn bijna 2000 duimpjes omhoog. Dus ja, dan moet ik wel nog een keer spelen natuurlijk. De vorige keer hadden we gewonnen. Ik ben heel erg benieuwd of we nu ook gaan winnen. Die kans is natuurlijk klein, hè, dat we nog een keer gaan winnen. Maar we gaan het proberen. Fall Guys op de Switch, jongens. Let's go. We gaan best oké. We gaan best oké. Als ik hier niet val, tenminste. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ik ga achter hun aan. Ik probeer niet te vallen. We gaan lopen. We gaan lekker. Lekker, jongens. We gaan heerlijk. We gaan heerlijk. We staan op de vierde plek. Let's go. Dit gaat heerlijk. Oh, ja. Lekker. Ik ben er nog. Ik ben er nog. Even naar het midden toe. Nice. Dan gaan we links. Nee, we gaan rechts. Nee, we gaan toch links. Lekker. We hebben dit overleefd. Hoppakee. We zijn als derde binnen. Nice, nice, nice. De eerste ronde hebben we alweer overleefd. Als je van Nintendo houdt, moet je sowieso even niet vergeten om op dit kanaal te abonneren. Want dit draait allemaal om Nintendo. Wat gaan we nu doen? Op het beeldscherm wordt fruit getoond en dan moet jij op het vakje met dat fruit gaan staan. Dit is best wel een concentratiegame, dus ik weet niet of ik heel veel kan praten nu. Maar de vorige video, de eerste keer dat ik Fall Guys speelde op de Nintendo Switch, hadden we ook gewoon gewonnen. Dat was echt bizar. Oké, we hebben hier banaan en kers. Waar moeten we op staan? Op banaan. We moeten op banaan staan. Er zijn die hier rechts, die snappen... Nee, dat was kerst, jongens. Waarom stonden jullie daar? Oké, opletten. Druif, kers, persik. Hier is persik volgens mij, als ik het goed heb. Als ik het goed heb, hoor. Ja, ik heb het goed. Lekker, gelukkig. Oh, dit is zo moeilijk terwijl je een YouTube-video maakt. Niet normaal. Het is kers, orange. Even kijken, hoor. Ik sta op kers, rechts van mij is orange. Voor mij is druif. Kers, orange, druif, meloen. Persik weet ik niet. Ik ga naar hun toe. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Als dit fout is, jongen. Hoehoe, dan waren we allemaal kapot. De persik die had ik niet in de gaten gehouden. Ik wist echt even niet waar die persik zat. Oké, wat gaat er nu komen? Gewoon de obstakels ontwijken en naar de finish toe gaan. En er kunnen er 15 kwalificeren. Dus 5 of 6 gaan die hier kapot. 6 mogen niet mee naar de finale. Ik hoop dat ik nu niet... Wedden dat zij aan mij vast gaan houden? Nee? Oh, thanks. Thanks dat je me niet vasthoudt. Sportief, sportief, sportief. Oh, pas op. Pas op. Niet meer in de weg lopen. Oef, oef. Oh, wow, 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 wow. Lekker. Auw. Ik krijg zoveel beuken. Oké, even focus, Rick. Even focus, anders gaat het fout. Ik weet niet, misschien is dit het laatste stukje. Oh, dit gaat sowieso fout. Ik ga helemaal niet lekker hier. Ik kan niet goed lopen. Oh, die gaat snel. Oh, thanks. Thanks dat je me naar voren beukt. No! No, ik was er bijna. Gewoon nog een keer. Jammer dan. We gaan verder. Run across the rotating rings to reach the finish. Oh, dit ziet er oprecht knijtermoeilijk uit. Wat als je valt? Ben je dan gelijk af? Oh, dit ziet er echt lastig uit. Ik begin er wel echt precies in de midden. Oké, rennen. Oké. Oh. Ja, dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Verdorie, ik zag helemaal niks, joh. Oké, spring. En ren en spring. Oké, we gaan nu redelijk weer. Oké, we gaan nu eigenlijk best wel goed. Als ik heel eerlijk ben. Oh, oppassen voor deze meuk. Voor die gekke staande dingen. Ja, oké, cool. Cool. We gaan eigenlijk echt oprecht heel erg goed nu. Oh nee, nu niet meer. Daar zat een gat. Shit. Daar zat een gat. Dat wist ik niet. Ik ken dit hele spel niet. Oh, dit is wel sick trouwens. Rennen. 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 Lekker. Oké, focus. Lekker. Lekker. Nice. Ja, we zijn er toch soort van. Bijna. Er zijn er al 2 gekwalificeerd nu. Even hierop springen. En dan is het klaar. Lekker. Gewoon als derde. Het begint weer goed. Oh my. Er zijn maar 15 mensen over die het gehaald hebben. Moet je kijken. Zoveel gaan die hier kapot. Oké. Spannend, spannend. Jump over de spinning beam and avoid falling into the slime. Oftewel gewoon op het platformpje blijven staan. Ja, deze is wel classic. Deze zat er vroeger ook al in. Hoeveel gaan er door? 9 gaan er door. We zijn met 15.
Okay, let's go. Op een gegeven moment gaan die platformpjes natuurlijk ook weg. De meeste mensen rennen de ene kant op. Ik ren deze kant op. Ik vind het veel makkelijker om de andere kant op te rennen eigenlijk. Zodat ik gewoon kan zien wanneer die groene balk eraan komt eigenlijk. Dat vind ik het makkelijkste. Dan gaan we even hier onderdoor, zo. En dan... Ja, zo. Okay, cool. Ja, er is nog niemand kapot nu. Nu gaan we wel een stukje deze kant op. Misschien is dit toch makkelijker. Als dan die groene balk eraan komt, dat we er gewoon zo overheen springen. Ik weet het niet zo goed. Ik denk nu wel, want nu gaat hij een beetje... Nu gaat hij best wel hard, die groene balk. Gaan er al platformpjes weg? Of blijven die platformpjes gewoon? Ik dacht dat die platformpjes onder ons ook weggaan. Okay, er zijn er al een paar kapot. Oh, nu is een twijfel. Nu is een twijfel. Oeh. Ja, lekker. We hebben het gehaald. Zitten we dan nu al in de finale? Er zijn nog maar 6 spelers over. Dit is de 3e ronde pas. Kijk, daar gaan ze, jongens. Daar gaan ze. Hoppakee. 9 over. Of gaan we nu nog een tussenronde spelen? Ja, nee, dit is de laatste. Dit is de final round. Oh, nee. Oh, nee. Dit gaat sowieso fout. Hexagon. Ik win dit bijna nooit, jongens. Maar misschien nu wel. Misschien is vandaag de dag dat ik hem wel win. Met z'n 9e zijn we over. Oké, ik ga maar gelijk... Hier, ja, okay, zo, ja, lekker. Oh, ja, dan is het gewoon te hopen dat je niet in één keer naar beneden valt. Oh, ik ben hier nu letterlijk in mijn eentje over nog. Ik zou dit gewoon heel lang vol kunnen proberen te houden, hier bovenop. Dat zou lekker zijn als het lukt. Nou, we gaan het wel zien. Ik ga geen risico nemen. Ik laat de blokjes waarbij ik echt moet grijpen, laat ik even voor wat het is. Ik kan straks hier ook hieronder naar blauw toe nog. Daar is ook al niemand meer. Dus op zich, als ik zo hoog kan blijven in mijn eentje... en niet in één keer naar beneden donder... dan zou dit best wel iets kunnen worden misschien. Misschien. Ik mag niet te veel hopen. Ik denk dat dit ook heel lang gaat duren als ik dit een beetje volhou zo. Maar ja, laten we het proberen om het vol te houden. Lekker een beetje jumpen. Beetje springen zo. Helemaal goed. Rustig gaan. Nu moet ik niet vallen. Als ik nu val aan de zijkant, dan ben ik denk ik wel de Sjaak. Dus dat moeten we zien te voorkomen. Ik ga hier een rondje maken, denk ik. Zo. Hier naartoe. Oh nee, toch maar niet. Toch maar niet. Oh, nu komt er lichte paniek, jongens. Zien jullie het? Lichte paniek heb ik nu. Lichte paniek heb ik nu. Ik ga strakjes hieronder naar blauw. Dan gaan we zien wat ik bij blauw kan doen. Hopen dat we niet vallen. Dat hij op zijn beentjes blijft staan. Mijn vriendelijke meneertje. Ja, zo. Cool. Okay. Gaan we hier naartoe? Gaan we hier naartoe? En hier naartoe. We zijn echt super hoog nog. Enig is dat we dus niet in één keer nu naar beneden moeten vallen. Maar we gewoon moeten proberen om hier hoog te blijven. En hopen dat iedereen nu beneden aan het battelen is. Op de onderste laag. Super spannend. We hebben in ieder geval een best wel prima uitgangspositie. Er zijn er al 5 kapot. Er moeten er eigenlijk nu nog 3 kapot. Dan hebben we gewonnen. Dan hebben we gewonnen. Hexagontje. Ik word er oprecht zenuwachtig van. Ik vind het een zenuwslopend spel. Want ik zie ook niet echt meer waar ik nu naar beneden kan of moet. Als ik nu naar beneden val, dan is het echt een gelukje. We moeten proberen denk ik op geel te vallen dan of zo. Er zijn er nog steeds evenveel over. Oh. Oh, jongens. Oh, jongens. Val alsjeblieft op geel hier zo. Goed zo. Goed zo. En door. Lekker. Okay. Goed uitgekozen. Er moeten er nog 2 afvallen nu, jongens. Nog 2. Oef. Oef. Grote paniek. Ik kan ook gewoon dit in één keer zo springen, blijkbaar. Okay. Hierna gaan we hieronder naar blauw. Gaan we op blauw proberen te landen. Hier zo. Ja, lekker. Kijk hoe hoog ik was. Ik was gewoon op de bovenste platforms. Hoppakee, weer een Fall Guys win. Niet in mijn 2e potje, maar wel in mijn 3e potje. En op Hexagon. Nou, als dit geen duimpjes omhoog oplevert, dan weet ik het ook niet. Bij 1000 gaan we gewoon nog een potje Fall Guys spelen. Want ik vind het eigenlijk best wel leuk. Knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we er gewoon nog meer winnen. Let's go. Mazzel.